Hallo. Ik zei hallo. Oh, ze zijn gekomen, maar ja. Meneer Hartog, kom, laten we gaan. Mi, ne, ne, le, ri, mi, de, je, kona, suma, presi. Para, do, ti, baudo, para, do, ti, baudo. Tanchano, le, ri, mi, de, je, kona, suma, presi. Para, do, ti, baudo. Baradoti waudo, yumu baradoti waudo, milubi baradoti waude, baradoti waudo, baradoti waudo, baradoti waudo, baradoti waudo, baradoti waudo, baradoti waudo. Hi, Baya, Rotterdam, zo leuk. Nou, hoe gaat het met jullie dan? Goed, zo leuk, man. Ik ben blij, hoor. En zijn er veel Surinamers in de zaal vandaag? Ja. Ja. Ze zitten meestal achterin, toch? Ja. Vandaag zitten een paar op de eerste rij, maar meestal zitten ze achterin, want ze zijn laat met kaarten kopen, toch? Ja. Maar ik vind het leuk dat jullie er zijn. Ik ga niet voor je jokken, echt waar. Zijn er ook Antillianen in de zaal? Ja. Bombini? Helemaal uit Dordrecht, zo leuk! Dat is toch leuk? En zijn er ook Marokkanen in de zaal? Een paar, jawel. Ik vind het leuk dat jullie twee salam aleikum. Ik vind het altijd leuk als er Marokkanen in de zaal zijn, want dan weet je dat ze niet binnenkomen vliegen. Dus dat is altijd prettig. Welkom, migudus. En zijn er ook Nederlanders in de zaal? Kijk eens aan! Ontwikkelingshulp komt vandaag uit Rotterdam. Baya. Wel, jullie ook welkom, hoor. En laat me direct met voor jullie met de deuren in huis vallen. Want ik zag sommige van die Hollanders al kijken. Oh, gunst, daar begint ze helemaal in het Surinaams. Ik ga er niets van verstaan, zonder van mijn geld. Maak je geen zorgen, mogudus. We vertalen alles. En wat we niet vertalen, hoeven jullie niet te weten. Zo is het. In elk geval, dat liedje dat ik zong toen ik binnenkwam. Mi nene lerimi, teme gona suma presi, bara doti waudo. Dat wil zeggen, mijn nene, dat is mijn gouvernante, mijn kindermeisje. En ze heeft me geleerd, als ik bij de mensen thuis kom, moet ik altijd eerst de grond groeten. En dat heeft niets met afgoderij te maken, of bonu, of voodoo, of al die dingen waarvoor jullie bang zijn. Is gewoon dat ding van ons. Ja, respect voor de grond, voor moeder aarde, voor mama is, dan moet je respect hebben. Want alles wat we hebben, groeit en bloeit uit de grond, nietwaar? En wanneer het klaar is en dood en afgestorven, wat doen we ermee? We zetten het weer terug in die grond. Dus je moet die grond respecteren. Ja, Holland is een christelijk land. Wat doet de paus als eerst wanneer hij ergens komt? Hij kust de grond goed, zo je kent je adreskunde. Zo vlieg. Ik vind dat overdreven, hoor. Want als je in Amsterdam probeert, zoen je zo in handen scheet. Dus dat hoeft voor mij niet. Ik vind het meer dan mooi als je gewoon groet. Groeten is genoeg. Man, nogmaals, het is geen afgoderij. Het is dat ding van ons. Ik ga jullie nog een voorbeeld geven van dat ding van ons. Een djuka en een bakra lopen door het bos. Een djuka is een boslandkriool, een bosneger, een marron, een weggeronnen slaaf. In Paramaribo noemen ze die mensen tegenwoordig straatrovers, kan je voorstellen. Ze hebben ook leren generaliseren, net als hier zo. Het lijkt wel leefbaar Paramaribo tegenwoordig. En een bakra. Onthoud het goed, want je gaat het vanavond een paar keer horen. Een bakra, dat is iemand met blauwe ogen, blond haar, een Nederlander, een slavendrijver, een uitbuiter. Je weet wat ik bedoel. Hallo. Rustig. Klap niet te hard, dat land is nog steeds van hun. Zo. In elk geval, die djuka en die bakra lopen door het bos. En op een gegeven moment zal die bakkera vragen, zeg Kobi,
Wat zijn nou die flessen onder die grote boom daar? En Kobie zegt, die flessen, meneer Willem, is alcohol, is soppie. Is een offer aan die boom. Want ziet u, die boom is een kankantrie. Onthoudt u het goed, ja, een kankantrie. Ja, en die boom is de hoogste boom in het bos. Dus dat is onze bosgod, onze Busigado. En daarom offeren we aan die boom. Hoewel, nee, sorry, Hollanders lachen anders. Moest meneer Willem toen lachen? Hij zegt, maar Kobie, dat is toch onzin? Die boom kan toch helemaal niet suipen? Is toch zonde van je alcohol? Had je alcohol liever aan mij kunnen geven? Mallert. Mallert. Meneer Willem, luister goed. Straks wanneer je naar jouw kerk gaat, dan ga je gaan knielen en bidden voor een kruis. Gemaakt van hout, uit een boom kleiner dan deze boom. Bovendien, dat hout is dood, deze boom leeft. Dan noem je mij een mallert. Ha! Meneer Willem moest toen even slikken. Want toen begreep hij, dat ding van ons. Weet je wel. Zo. En dit is dat ding van mij.